lieve vrienden, een hele goede morgen bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. We leven vandaag op dinsdag 2 oktober om 9 uur 41. Ik krijg straks een huishoudelijke zorg. Nee, niet Rebecca. Rebecca heeft zich ziek gemeld, ja. Drie van de vier dieren zijn binnen. Meneertje Hondje ligt op de bank. De kleine zwart-witte die springt er net achter op de vensterbank. En waar mijn prinsesje is, ja, dat weet ik even niet. Die was er net wel, maar ze is verdwenen. En de rode, ja, die is naar buiten. Ja, en dat terwijl het regent. Hij moet niks van de regen hebben. Maar meneer, die wou naar buiten. Nou, dan ga je toch. Maar het is dat hele fijne, druilige, gemiezige grot weer. Er is niet zoveel aan. Nee. Hele fijne regen is het. Word je niet vrolijk van? Nee, echt niet. Het is ook donker in huis, zoals jullie wel vernemen. Ik denk dat ik zo meteen even een lichtje in een hoekje aandoen boven de eettafel. Ja, lijkt me wel zo handig. Even handmatig aandoen. Maar oké, ik zit hier nog eens. Zo, daar zijn geen fouten opgetreden. Kan die eventjes opnieuw opgestart worden? De computer had de hele nacht even gewerkt. Dus ja, dan heb je dat, hè. Dat even opnieuw opstarten, de ketmis weer programma's open krijgen die ik nou niet open kan krijgen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag wat jullie ook doorgaan. Geniet van de kleine dingen al. Dat maakt een mens blij. Ja, mij wel. Ik kan van kleine dingen al genieten. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, doen hoor. Echt gaan doen. Tot straks maar weer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, we zitten weer in de middaguurtjes. Huishoudelijke hulp die is natuurlijk al lang al weg. Het is 2:07. Ik ga nog een bakje koffie doen en ik ben een beetje flauw, dus ik neem even een broodje. En daarna ga ik proberen een regenpak te scoren. Niet in het centrum, maar, want de Action die is niet in het centrum. Dan moet ik naar een andere wijk toe. En ja, het is koud, wordt er gezegd. Het waait hard, dus ik moet me wel goed aankleden. Ook mijn hoedje op, ja. Maar ik ga eerst lekker aan een bakje koffie. En daar ligt mijn hondje. Die heeft flink op zijn zolder handen gekregen van mij. Ik zal even kijken of ik het voor elkaar krijg. En dan zal ik het jullie laten zien waarom. Hé, hey, kerel. Kom je hier even kies? Nou, je ziet het niet zo heel erg meer. Maar meneer had daar, hier ook, had hij weer best een trouble geweest. Het is nog wat vurig. Dus ik heb het behandeld gelijk met zalf. En hij heeft een dikke smelkorf om gehad. Ja, zo snacky. Dan heb je de huishoudelijke hulp in je huis en je bent zelf in huis. En dan nog presteert hij het om dat te doen. Zo snik kan die zijn. Maar ja, hij is dan weer een hele tijd lief, dus ik heb hem alweer aangehaald en geknuffeld. Dus kom wel weer goed. Maar je krijgt straks gewoon weer zijn melkkorf om als ik de deur uit ga. Dat, we zien dan wel hoe en wat, hoe het gaat. Ik dacht, ja, ik zal zo kijken of hij eventjes wat drinken gaat. Dus dat moet hij wel. Want hij heeft de hele ochtend nou nog niet gedronken. En ik vind, hij moet drinken. Simpel. Maar oké. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie middag. En ik spreek jullie straks alweer. En nee, neem de camera niet mee. Ook mijn GoPro niet. Niks niet. Doe het nu niet. Nee. Nee, doe het niet. Nee, niet zeggen van dat ik het wel doe. Nee, ik doe het niet. Tot later. Doei. Ja, daar zijn we weer even. Ik moet nog weg. Maar ja, ik heb een brief ontvangen waar ik niet blij mee ben.
wat over mijn jongste dochter gaat, Katja. En ik ben er totaal niet blij mee, eerder heel erg teleurgesteld en verdrietig. Ook mijn begeleidster is geweest, daar heb ik het samen mee besproken. En daar gaan we dus mee aan de gang, maar de rest horen jullie later wel meer. Ik ga nu alsnog wel weg, even mijn hoofd leeg maken. Proberen nog om een regenpak te scoren. En ja, ik zie wel hoe en wat. Maar ik probeer, ja. Ik voel me even, ja, diep treurig. Maar ik hoop dat het ter zijner tijd goed zal komen. Ik probeer toch ook een beetje positief te blijven. Om mijn gedachten op het anders neer te zetten. Maar dat gaat nogal moeilijk. Het is makkelijk gezegd dan gedaan. Daar ben je moeder voor. Iedereen die moeder is en in dezelfde situatie zit als ik, die weten het. Maar in ieder geval, ik zeg geniet nog verder van jullie middag. Ik ga er vandoor. En ik zie jullie straks alweer. En uiteraard, als ik kan slagen met een regenpak, laat ik hem jullie eventjes zien. Tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis van weg geweest. Ik heb een tas vol met boodschappen. Dat weer genoeg. Regenpak ligt er ook bij in. Die moet ik eerst nog passen. En dan zien we wel weer hoe en wat. Ik ben ook geslaagd met kerstlichtjes voor een die plant. Want het is daar nou zo donker, dat ik gelijk even twee strengetjes meegenomen, je weet me nooit. Dan heb ik weer licht en voor in deze camera, waar ik nou mee vlog, daar zit het kaartje in wat in de andere camera hoort, die ik van Karin heb overgekocht. Dan heb ik een nieuwe en die komt hier al in. Ja, dus ik moet eventjes het een en het ander gaan bekijken en gaan doen. Ja. Dus het komt allemaal wel goed. Dus we zullen het beleven. Ja toch? Nou. Wat dat er gaat, ben ik geslaagd. Enkel ik weet niet of ik de regenpak zal passen. Ik was ook even naar Halfords geweest. Want de Action had niet meer. In kleine mate. Nou, daar kom ik niet in. Want je moet niet alleen rekenen je normale omvang, maar je hebt kleding aan. Je hebt 's winters een dikkere trui, dikkere kleding aan of wat dan ook. Een dikkere jas, dat moet het er overheen. Dus ja, je hebt maat olifant nodig of zo. Ja, als je nog slank bent of dik bent, je hebt een grotere maat. Punt. Hadden ze dat niet. Dus ja, ik denk, ja, waar moet dan heen? Heen maar. Ook mijn maat daaruit verkocht. Ik denk nou, het is duur, maar laat ik naar de sportwinkel toe gaan. Is de sportwinkel verdwenen. Lekker. Ik denk nou, dan ga ik naar Halfords. Daar schrok ik ook. €66. En voor een maatje meer komt er ook weer wat bij. Ja. En ik denk, ja, bekijk het even. En ik denk, en toen kom ik Halfords weer uit. En toen dacht ik, oh ja, verrek, Big Bazaar. Die moet het ook hebben. Dus ik daarheen gekacheld. En ja, daar heb ik dus nou meegenomen. Maar nou is de vraag, pas ik het? Ja, je gaat niet in de winkel passen, doe je niet. Dus dat komt nog. Dat zal ik straks of morgen even doen. Het is maar net wanneer ik uitgerust ben. En ik moet ook nog voor de dieren en mezelf zorgen. En dus ja, en dan boodschappen nog opruimen. Ik ga nou eerst koffie maken. Want ik heb dorst. Met een bounty erbij vanzelf. En ja, alle dieren zijn binnen. En die blijven nou ook binnen. Enkel ik kon niet bij de deka kattengriep krijgen. Want die wat ik heb, die was op. Dus nou moet ik morgenmiddag weer kijken. Want morgen komt er alweer een lading binnen. Nou,
En als het morgen dan nog niet is, moet ik donderdag weer kijken. Want ik moet juist specifiek die hebben. Ik ga die dure troep niet kopen wanneer het op het goedkope spul af kan. Maar ja, ik heb nog maar een klein beetje. Ja. Maar oké, het komt allemaal wel goed. Het komt vanzelf wel weer binnen, mag ik hopen. En dan zien we wel weer. Ja toch, simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik ga aan de koffie. Ik moet nog maken en boodschappen opruimen, et cetera. Lichtjes in het plant doen. En dan, ja, dan doet hij het ook weer. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, smakelijk eten voor degene die gaan eten. Ik moet ook nog. Maar ik ben altijd later en dat komt ook allemaal wel goed. Ik zou zeggen, een fijne avond. Tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het is dus al lang alweer avond. Het is 21:47, loopt richting 10 uur. En ja, ik wou graag afsluiten voor vandaag. En jullie allen een welterusten wensen met mooie dromen. En ik hoop dat morgen iedereen weer gezond op mag staan. En ik zeg dan graag tot aan de andere kant van de nacht. Zeggen doei doei. Thank you.